economische nood is dat we hier staan. En we zijn uitgenodigd door Arco en het is gesubsidieerd. En terwijl we ook moeten nadenken wat we over 2 jaar achterlaten. En dat we moeten bezuinigen, snappen we allemaal. Maar daar komt het idee van zijn, gaat het draaien. Dus we wilden geen kunstwerken meer laten zien. Maar dat is een heel negatief statement. En dat was niet de bedoeling. En toen dacht ik eigenlijk, die kunstenaars die ik in Zandvoort en ook uit 2010 wil, de Roy, Fiona, Tan, dat zijn visitekaars, om het idee van die werken te gaan gebruiken. Maar teruggestipt naar een absoluut originele draak. Dus een tekening van Erik van Lieshout, nog steeds een stuk papier, maar dan zwart. Of een schilderij van op de Koningsbrug is gewoon niet meer dan stof te spuulen. Om te verwijzen naar al die dingen waar we trots op zijn. Maar er zijn geen kunstwerken die we laten zien. We laten een referentie naar kunstwerken zien. Er is ook geen auteur. Het is als het ware nog steeds de samenstelling van de tentoonstelling. Maar om het sociaal karakter en het sociaal geluid te laten horen, ook op een plek als een beurs, waar eigenlijk soms toch waar we niet de verdieping vinden die we in een museum vinden, of in een opleidingsinstituut, hebben we samengewerkt met Remco van Blaan, wat een ontzettend goede vormgever. En Remco heeft dus een printportfolio voor ons gemaakt, waarvan de helft van de opbrengsten naar de Rijksacademie en de ateliers gaan. En het printportfolio is heel slim gedaan door Remco. De printportfolio, zoals je hier ziet, met nog steeds de verwijzing naar het grapje van het voetballen, bevat dus inderdaad 9 platen die dus inderdaad verwijzen naar de grootte van de Nederlandse kunstgeschiedenis. Maar ook grappig genoeg, dat al die kunstenaars hebben op een of andere manier, of met de Rijks, of met ateliers, maar meestal met alle twee, iets te maken gehad in het verleden, of nog steeds. Fiona Tank heeft steeds deze op ateliers. De tweede keer dat we hier staan. We hebben in 2010 werden we uitgenodigd door Adriano Pedrosa. Was de curator van vorig jaar Biennale Istanbul. Met een solo project van Aurelia Fremont. En dat is toen heel goed verlopen. We zijn dit jaar uitgenodigd door Sandra Karskens. Vanwege de focus van de Netherlands. En we tonen werk van Irene Koperman en een Argentijnse kunstenaar, maar die wel de Rijksacademie heeft gedaan en ook een graad heeft behaald, doctor in de kunst is als eerste in Nederland. En werk van Lonnie van Brummelen en Sigrun de Haan. En hoe merk je dat de belangstelling is voor Nederlandse galeries? Is dat extra nu de Focus the Netherlands programma er is? Zijn er mensen die daar speciaal hiervoor die daar naar vragen of die echt geïnteresseerd zijn in het Nederlandse kunstklimaat? Ja, ik merk wel dat daar extra belangstelling voor is. Ik weet niet of uiteindelijk wij daar ook echt iets aan hebben. We hebben wel verkocht ook van Irene aan het Reina Sofia. Maar zij is een Argentijnse kunstenaar en stond al enigszins in de belangstelling van de, een aantal tentoonstellingen hier in Spanje gehad. Onder andere in het Musac in Castilla y León en in Barcelona een aantal plekken. Dus er was al wel belangstelling voor haar werk, daarom hebben we haar ook meegenomen. We hebben ook van Lonnie van Brummen en Sigrun de Haan expres een werk meegenomen wat heel erg ook ingaat op de Spaanse en de Nederlandse geschiedenis. 16e eeuws tapijt waar het werk over gaat. Dus we hebben wel ook heel sterk gekozen binnen ons programma wat we hier dan laten zien. En ik denk dat alles bij elkaar zeg maar wel maakt dat het succesvol is. Maar je moet dus niet alleen die focussen op de Nederlander, maar ook van hoe kun je die verbinding maken met het Spaans klimaat. Oké, ladies and gentlemen. Señoras y señores. Obviously. Sarah Crowler,
Tonight, this afternoon evening for you, we will start the bidding at 1800 Eurolovskis. Can I see 1800? I see one sir for 1800 here. Yeah, I'm sorry, anybody else? Die ook aansluit bij een project dat hij gedaan heeft in Matadero, het voormalige slachthuis dat omgebouwd is door het cultureel centrum, waar ook Navi Noor het tentoonstelling heeft. En waar Fernando eigenlijk een oude boot die nog uit de Franco-tijd stamt en waar we hier de maquette van zien, dus gesloopt heeft en daar een nieuw kunstwerk mee heeft gemaakt. En wij hebben gekozen voor een bijna studio-achtige opstelling. En in de eerste twee dagen van de Arco heeft de maquettebouwer ook hier verder gewerkt aan de boot. Dus eigenlijk het omgekeerde van wat er in Matadero is gebeurd, waarbij de boot gesloopt is en door de sculptuur van is gemaakt, wordt hier eigenlijk vanuit weinig langzamerhand de boot weer opnieuw geconstrueerd. En hoe wordt er op het werk gereageerd hier op de beurs? Ja, er wordt enorm op gereageerd, omdat het natuurlijk ook heel erg te maken heeft met de geschiedenis van dit land. En, sommige mensen raken er ook heel erg geïrriteerd van dat Fernando dit soort dingen doet met die geschiedenis. Terwijl hij dat in mijn ogen op een hele poëtische en abstracte manier doet. En eigenlijk heeft ook de manier waarop hij dit onderwerp van zijn geschiedenis aansnijdt, heeft ook een grote zeggingskracht buiten Spanje. Dus dat hebben wij ook gewerkt met de tentoonstelling in Nederland. Dus, en ja, het is natuurlijk logisch dat een kunstenaar die uit een bepaald land komt, zich verhoudt tot zijn eigen geschiedenis. Zoals ook de films van Yael Batana over het Joods zijn gaan, gaat het bij Fernando natuurlijk over het Spaans zijn en zijn geschiedenis.